Roy. Ja. Denk jij dat we eens terug aan die strafschoppen tegen NAC en tegen Helmersport? Nou ja, het zijn belangrijke momenten geweest, denk ik. Dat wel. Want anders had je nu niet kampioen kunnen worden vandaag. Alleen, als jij een penalty pakt, maak je dat nog geen goede keeper. Die bal van Sinkgraven was onhoudbaar, hè? Ja, dat was ongelooflijk. Schoot, geloof ik, die ging 2 meter boven de goal en het daalde. Ja, gewoon een hele mooie goal. Ja. En dan het laatste fluitsignaal. Zeg maar, wat gebeurt er dan allemaal? Ja, ik zei net tegen iemand, ik heb denk een jaartje of 10 niet gehuild, maar ja, de tranen kwamen gewoon. Ook omdat mijn vader is er denk ik, die heeft elke wedstrijd is hij er vanaf dat ik 7 jaar ben. Is hij er altijd voor me geweest en mijn moeder trouwens ook. En vandaag is hij er voor het eerst niet bij en dat, dat doet wel pijn, maar... Waar is hij? Volgens mij in Italië met zijn werk. Maar ik weet zeker dat hij aan het genieten is. En jij? Ja, ik kan het niet beseffen. Echt niet. Het is zo mooi. Met deze club, ik speelde nou al zo lang om dit te bereiken met z'n allen. Ja, ik kan het nog steeds niet geloven. Kijk er maar naar. Ja. Heerlijk, echt heerlijk.